De meeste leeuwen leven in grote grasvlakten met voldoende schaduwrijk geboomte voor dekking. Zo staat het in de encyclopedie. En er staat ook dat ze tegenwoordig in tal van reservaten van zeer nabij te bestuderen zijn. Deze schrikreactie registreren we in het safaripark bij Arnhem, waar een kreupele leeuwin met een injectie via het verdovingspistool onder narcose werd gebracht. Dat bood de mogelijkheid het roofdier te vervoeren naar het veterinaire centrum dat in Burgers Dierenpark gebouwd is. Dit centrum, dat werd opgericht om de vaak kostbare en zeldzame dieren optimaal te kunnen verzorgen, beschikt onder andere over een modern ingerichte röntgenkamer. Bij uitwendig onderzoek was niet te zien wat er aan de voorpoot mankeerde. Daarom werd tot röntgenonderzoek besloten. Op de röntgenfoto's van de poot kon men overigens geen afwijkingen vaststellen. Of, zoals de dierenarts het formuleerde, die poot ziet er prima uit. Op gezette tijden worden ook de mensapen uit hun gewone doen gehaald voor een preventieve doorlichting op TBC of andere borstaandoeningen. Vroeger moest men dan met ze naar de röntgenafdeling van een ziekenhuis. Nu kan het allemaal in eigen beheer gebeuren. In het centrum bevindt zich ook een quarantaineafdeling die de mogelijkheid biedt zieke dieren te isoleren en in observatie te houden. Ook pas geïmporteerde of jonge dieren, zoals deze kleine chimpansees, kunnen hier, zolang dat nodig is, in afzondering worden gehouden. In de quarantaineruimten troffen we ook een drietal wolven die ziek uit de roedel werden gehaald en die nu hier weer op krachten komen. En dan is er tenslotte ook nog een volledig uitgeruste operatiekamer. Wij waren erbij toen een gnoe van een absces in de buikholte werd verlost. Het veterinair centrum in Burgers Dierenpark, dat ook ten dienste staat van de grotere dieren uit het safaripark, is in deze vorm uniek in Nederland en zelfs in Europa.